Rode neus erop, even klaar. Ben die rode neus wel meegekomen? Nee. Ben die rode neus meegekomen? Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Mijn naam is Joost. En ik ben Martijn. Ja. En ja, Joost, wat gaan we doen vandaag? Ja, deze week hebben we gewoon weer een normale aflevering van de Gierige Gasten. En dit keer gaan we naar het circus en we verkleed als een clown. Ja, maar voordat we dat gaan doen, hebben we nog een leuke mededeling voor jullie. Want kijk, wij zijn natuurlijk heel goed in het geld besparen. Maar jullie willen natuurlijk ook graag geld verdienen. Dus we hebben nu een bedrijf. Dat heet SwitchBay. SwitchBay is een bedrijf waar jij oude apparatuur kan verkopen. En daar krijg je dan natuurlijk geld voor. Ja. Het is een soort van marktplaats. En ik weet niet of jij nog heel veel apparatuur thuis hebt liggen. Ja, ik heb altijd zo'n doos, zo'n rommeldoos. En daar zitten altijd heel veel oude mobieltjes en oude cameraatjes. En je denkt eigenlijk altijd, dit is helemaal niks meer waard. Nee. Tot dat SwitchBay aan de hoek kwam kijken. Want nu is het in één keer wel veel geld waard. Ja, want met de eerlijke prijscheck van SwitchBay kom je zomaar achter hoeveel je oude apparatuur nog waard is. En via SwitchBay kan je het heel makkelijk verkopen. En dan heb je ook niet die last van al die mensen die je mails gaan sturen. Dat fixen zij gewoon voor jou. En als je nog iets nodig hebt, je kan het niet alleen verkopen. Je kan natuurlijk ook gewoon kopen, want er blijft natuurlijk een soort van marktplaats. Vet handig, de informatie staat in de bio. Ja, ik zou zeker even gaan kijken. Ja. En wie weet kun jij je vriendin volgende week wel mee uit eten nemen. Hè? Ja, dat is toch altijd handig en leuk, toch? Hey, wij gaan weer terug naar de orde van de dag. Ja. Graslaat Circus als een clown. Fucking leuk. Laten we even een pakje gaan scoren. Ik moet even kleden. Ja. Want jij bent dan een clown. We hebben twee dozen. En hier moeten we het uitkiezen, man. Als jij jezelf zo ziet in de spiegel, dan denk ik. Ja of nee? Wat een amateur. Wat mis je? De clown is gewoon gesminkt. Is wel een goeie. Heeft hij ook smink voor ons? Alleen lipstift. Doe je het voor, toch? Ik zeg geen nee tegen lipstift, dat klopt. In principe heb je die smink niet nodig, want kom op. Je bent niks anders dan een clown op dit moment, toch? Je bent gewoon een clown. Oké, nu jij. Ik heb dit kunnen vinden. Kijk, dit is ja, top. Ja, toch? Dit is top. Neusje erop. Bam, klaar voor het circus? Miek, miek. Waar de fuck zijn we, Martijn? Ja, jij bent uitgekozen. We zijn onderweg naar... Uitgekozen. Dat is gewoon één circus in het hele land en dat is Hengelo. Het ziet er niet uit alsof hier heel veel publiek op af gaat komen. Ga het meemaken. Ja. Zit je neus goed? Zit je in je rol? Pas op, een banaan! Hop! Nee, oké, ik ben er helemaal klaar voor. Maar hierachter is het circus. We gaan gewoon via de normale ingang. Ja. Als we wat zeggen is het van, ja, we moeten zo op. We moeten even via deze kant. Gozer, wij horen hier. Nu horen we hier. Maar horen we anders? Ja, maar echt. Wij horen in het circus. Kom. Oké, let's go. Oh, klein meisje. Je moet je inrollen, hè? Inrol. Hop! Hop! Oeh! Oh nee, Joost. Oh jee. Zullen we gewoon gaan zitten? Heb je al Frikiet? Ja, een momentje. Het vraagt me tijd, joh. Er is een jochie van echt 5 jaar, dat vraagt voor ons een kaartje in het Duits. Terwijl jij nou net voor hem bent gevallen. Maar hoe lang moeten we hierbij zitten dan? Ik wil zeker de show even kijken. Even zien wat circus allemaal inhoudt. No show. No. To naar voetbal. Why not? Morgen. 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 Overmorgen. Ben buiten komen. Sorry. Oké, okay. Geef niet. Wat is het sneu? Zit je dan met je clowns, Spanky? Andere kant van Nederland. Oké, maar ik kan hier niet veel meer van maken. We moeten gewoon naar huis. We komen gewoon morgen of overmorgen terug. Dit is geen show, dus er valt weinig te doen nu als ik klaar. Ja, morgen gaan we gewoon weer. Huh? Het zag er zo veelbelovend uit. Kijk, het is dag 2. Zoals je had gezien was het vorige keer in Hengelo niet gelukt. En nu zijn we in Zwolle bij dit circus. Waar is mijn pruik? Is mijn pruik niet meegekomen? Ik ga niet in mijn eentje als ik nou naar binnen. Maar Joost, mijn outfit is niet compleet. Ja, maar ik word niet serieus genomen zonder pruik. Nou, laat eens even kijken. Rode neus erop, even klaar. Zijn die rode neus wel meegekomen dan? Zijn die rode neus meegekomen?
hebben geen rode neus. Zo, laten we maar gewoon beginnen. Laten we gewoon gaan beginnen, ding is weg. We moeten het gewoon hiermee doen. Ik wil wel maar aanstaan. Goedendag. Waar zijn de kinderen? Die zijn netjes binnen, waar ze voor betaald hebben. Hoog gezellig. Dankjewel ook. Maar wij komen hier de kinderen vermaken, net als onszelf. In het geweldige magische circus. Maar wij hebben allemaal acts al, jongens. Nee, we gaan alleen... Getrainde professionals aan het werk. Martijn, die eieren van achteruit zal het ook. We komen eigenlijk gewoon even oefenen. Voor mij mag je wel naar binnen, maar het lijkt me wel handig als je gewoon even een beetje normaal gekleed naar binnen gaat. Maar we mogen dus naar binnen, mits we de kleding afdoen, ja. Om te leren hoe de echte clowns het doen. Van mij wel. Dat vind ik heel lief. Tik hem aan. Zijn we, toch niet voor niks helemaal uit Amsterdam gekomen. Kleed je even gauw om. Zo. Nee, doe even uit wat je... Maar wat gaf weg dat wij geen clowns waren? Ja, wat was het dat jij dacht van... Ik loop de hele dag rond professionals. Dat gaan jullie zo in de show zelf al zien, wat het verschil maakt tussen een clown en een clown. Ik ben heel benieuwd. Yes. Ik... Hey, ik kan ook wel een paar dozen overgooien, hoor. Het had wel gekund, ja. En dan in de clownspak. Het lukt niet eens. Het gaat zoals fout. Nee, we hadden wel bijna allemaal op elkaar gestapeld. Mijn boek is ook knap. Ik ben blij dat wij hier 14 euro per kaart hebben bespaard. Ja, laat voor de kinderen is hartstikke leuk, juist. Ik denk dat we het al weten, toch? Ik denk dat het in Amsterdam. Wat voor mij is de show? Wat voel je ervan? Nou ja, ik heb wel weer wat nieuws geleerd vandaag. Wat heb je geleerd dan? De oude traditionele clown bestaat niet meer. Nee, tegenwoordig is het gewoon een beveiliger die met een doos in de lucht gooit. Die nu achter je loopt. Anyway, vond je dit nou een leuke video? Vergeet niet te abonneren als je dat niet gedaan hebt. Volgende week zijn we gewoon weer terug. Ja, maar voordat je dat allemaal gaat doen, check nog even de link in de beschrijving van SwitchPay. En vergeet niet je apparatuur te verkopen, want misschien krijg je wel gewoon heel veel geld er nog wel voor. Doekoes! Money! Later! Altijd lekker! Volgende week!